Sinds november heeft het Muntheater een nieuwe directeur. Sandra in het Groen verruilde haar functie als eindverantwoordelijke voor het artistiek in de Efteling voor het directeurschap in het Muntheater. De eerste 100 dagen zitten er bijna op. Hoog tijd om de balans op te maken. Sandra, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de eerste vraag. Wat is aan het Muntheater mooier dan aan de Efteling? Nou, je gooit er meteen in. Ja, mooier. Het zijn allebei hele mooie bedrijven en allebei op hun eigen unieke manier. Wat is voor mij mooier aan het Muntheater? Dat ik daar echt alleen maar uitsluitend met theater bezig kan zijn. En bij de Efteling was dat natuurlijk groter. Ik heb echt een theaterhart, dus daarvoor is het Muntheater voor mij mooier. Ja, precies. Wat moeten mensen van jou weten? Wie ben je? Wat heb je gedaan? Waar woon je? Nou, ik weet niet wat mensen allemaal van me willen weten, maar ik denk inderdaad deze standaard dingen wel. Ik ben Sandra in het Groen, inderdaad. Ik ben getrouwd met Erik. We hebben twee kinderen. Nova van 19 en Sjoerd van 16. Woon in Eindhoven. En dat is heel dichtbij. Dat is 20 minuutjes rijden van Weert, dus dat is heel lekker. Ja. Verder. Nou, ik kan het even niet bedenken. Nee. Jij zult vast vragen voor me hebben. Nou ja, ik was aan het denken, waarom Weert? Waarom het Muntheater? Nou, Weert voelt voor mij ook best wel vertrouwd, ook van vroeger uit. Ik ben geboren in Asterheusden, dus dat is echt eigenlijk vrij dicht tegen Weert aan. Ja. Ik ken het ook echt wel op die manier. Dus Weert voelt voor mij ook wel heel vertrouwd. Ja. Weert is niet onbekend voor jou? Nee, zeker niet. Nee, en dan zie je in één keer voorbij komen dat het Muntheater een vacature heeft. Ja. Hoe gaat dat proces daar naartoe? Is dat gewoon net als op iedere andere vacature? Je voert wat sollicitatiegesprekken en op een gegeven moment krijg je een aanbod en dan ben je er? Of? Nou, het heeft wel iets meer voeten in aarde, inderdaad. Het begint wel met een sollicitatiegesprek, maar het ging wel via een recruitmentbureau, dus niet rechtstreeks. Met het Muntheater, nou, die doet een selectie. Uiteindelijk mag je dan op gesprek komen in het Muntheater met de Raad van Toezicht en een aantal mensen van het MT. Daar komt nog een vervolggesprek waarin ik een presentatie heb mogen geven over hoe ik kijk naar het Muntheater. En dan zit er nog een persoonlijkheidsonderzoek bij wat gedaan wordt. Nou ja, en heel die combinatie samen hebben ze gelukkig voor mij gekozen. Ja, zeker. De eerste 100 dagen die zitten er nou op. Want we kunnen nadenken over hoe je hier bent gekomen. Het is veel leuker om te hebben over hoe het hier is. Die eerste 100 dagen zitten erop. Hoe waren die? Ja, die waren fantastisch. Ja? Ja. En wat maakt het dan fantastisch? Dat ook heel veel dingen die je van tevoren hebt bedacht op zijn plek vallen. Dus dat je weet dat je je heel erg op je plek voelt in het theater. Nou, dat blijkt ook zo. Het team wat er zit echt een fantastisch team. En een heel fijn MT en alle medewerkers die echt als een geoliede machine met elkaar werken. En waar ik zo mee mag varen. Ja. Dus dat is heel fijn. Dat je heel veel verschillende voorstellingen ziet. Want de programmering stond natuurlijk al helemaal. Hè? Daar zeker. Heb ik niks meer aan gedaan. Maar dat is heel lekker juist om te voelen, wat is het publiek in Weert? Welke mensen komen er nou op af? Welke voorstellingen lopen wel goed? Welke lopen niet goed? Contacten met de gemeente, heel leuk. Met kijken van waar willen we naartoe? Dus ja, iedere dag is anders. En iedere dag zitten we een nieuwe uitdaging in die ik aan mag pakken. Ja, kom je dan ook dingen tegen waarvan je meteen denkt, oeh, dit is wel iets wat ik heel graag zou willen oppakken? Niet alles kan positief zijn, toch? Nee, dat is waar. Nou, ik heb wel heel erg ook vanuit mijn functie bij de Efteling natuurlijk een makershart. Dus ja. Ik kan ook wel echt naar producties kijken. En zeker de producties waarmee we samenwerken met verenigingen uit Weert. Waarbij ik denk, oh, hoe kan ik ze nou helpen om voorstellingen nog beter te maken? Of te kijken waar ik mijn expertise daarin kan zetten. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk ook helemaal niks negatiefs. Dat is alleen maar positief. Ja, om op die manier daarna te kijken. Dat is heel leuk. Ik ben nog niks tegengekomen waarvan ik echt enorm geschrokken ben. En waarvan ik denk, oeps, wat moet ik hiermee? Bij alles is het nog, kom maar op. Ja, nou, leuk. Jullie hebben net de bonte oventje zitten er net op van de rockstekers. Was dat het hoogtepunt van de eerste maanden dat je hier zit? Nou, dat was wel iets waar het vanaf dag 1 over ging. Ja. Straks komen de rockstekers. De rockstekers nemen 2 weken je theater over. Ja. Hoe goed ken je Vastelovend? En, dus...
Ja, dat was wel iets waar we met z'n allen heel erg naartoe hebben gewerkt. En nu zit het er inderdaad op. Net zijn de laatste vrachtwagens vertrokken met de spullen. Ja, was het een hoogtepuntje wel? Qua ervaring misschien? Jazeker, ja. Ja, ook omdat het er al zo over gaat en omdat het zo geworteld zit in Weert. Mm-hmm. Was ik heel benieuwd, wat is het dan precies? Ik ken carnaval, maar ik ken vastelovend eigenlijk niet goed genoeg. Wat is dan een bonte avond? Alle protocollen die er omheen hangen met de rogstekers. Dus ja, dat was heel leuk. En heel leuk om mee te mogen maken allemaal. Ja, kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Ja, meteen in het diepe gegooid wat dat betreft. Zeker. Ja, ja. En jij zei net al, en dat sluit wel een beetje aan op wat je hiervoor al zei. Dat je meteen ook aan het nadenken was van hoe kunnen wij nou als Muntheater dan die rogstekers ook nog beter gaan ondersteunen in datgene wat zij op het podium willen gaan zetten. Ja. En dat vind ik meteen, ja, dat is wel positief. Als ik daar zo over nadenk. Ja, en daarmee wil ik dus ook, dat daar geen misverstand over staat, wil ik niet mee zeggen dat ik het niet goed vind wat er nu staat. Ik vind wat er nu staat hartstikke, hartstikke goed. Maar ik denk dan wel, hoe kan ik ze nog helpen om daar nog meer uit te halen met z'n allen. Jij wilde heel graag nog iets kwijt over je eerste dag. Nou ja, je vroeg eerder in de voorbereiding hier naartoe wat mijn hoogtepunt was van mijn start bij het Muntheater. Ja. En eigenlijk pakte die eerste dag, daar zat alles in. Dat had ik zelf ook niet bedacht, maar de eerste dag was 1 november. Dat was de aftrap van Weert Respecteert. Dat is natuurlijk een maand die in het teken staat van inclusiviteit en diversiteit binnen Weert, wat heel mooi is. Wij mochten daar de openingsvoorstelling brengen. Dat was Boys Won't Be Boys. Ja, hebben we ook nog in het programma gehad. Ja, een hele bijzondere voorstelling over mannelijkheid in al zijn vormen. Dus eigenlijk een catwalk voorstelling waarbij verschillende mannen de revue passeerden met hun verhaal. Die eerste avond had ik meteen de wethouder over de vloer, dus kon ik meteen kennis maken. Ja. De andere culturele instellingen, waar we intensief mee samenwerken. De mensen van onze Raad van Toezicht. Mijn eigen team, wat daar natuurlijk werkt. Dus daar kwam meteen alles samen. En dat is eigenlijk in een notendop wat eigenlijk de rest van die dagen dat ik er nu zit allemaal weer voorbij komt. Ja. Dus ja, eigenlijk heel bijzonder dat dat op zo'n eerste dag meteen allemaal samenpakt. Ja, dus, nee, zeker. Ja. Ja. Wat voor uitdagingen heeft de directeur van het Muntheater voor, nou ja, zeg het komende jaar? Het komende jaar, we gaan een jubileumjaar in. Dus volgend jaar bestaan we 50 jaar. Okay. Dus dat is heel erg leuk om te kijken. Nou ja, hoe ga je dat vormgeven? Hoe gaan we ook zorgen dat dat echt een bijzonder jaar wordt? Dus anders dan andere jaren. Het is ook kijken hoe loopt het nu? Hè? Beginnen we inmiddels achter ons te laten. Hoe gaat het met de bezoekersaantallen? En hoe zorgen we dat we die programmering daarop aanpassen? Dat het wel ook een uitdagende programmering blijft. Nou ja, daar was ik over aan nadenken. Als je denkt aan het Muntheater, denk je niet per se aan de allergrootste artiesten van Nederland die hier op bezoek komen. En natuurlijk zitten er af en toe wel uitschieters bij. Maar ja, bijvoorbeeld een parktheater in Eindhoven heeft over het algemeen de wat grotere namen. Hoe groot is nou de kans dat een Theo Maassen of grote musicals naar Weert komen? Ja, nou, Theo Maassen, daarvan denk ik, nou, daar kun je gewoon mee in gesprek. Hè. Die past ook gewoon bij ons. Het zit ook gewoon vaak wat er gewoon in de zaal past. Mm-hmm. Kijk, deze week staat Mamma Mia in het Parktheater. Die past simpelweg niet. Daar is het theater gewoon niet groot genoeg voor. Ja, ja. Dus dan heb je gewoon niet voldoende plek op je toneel om überhaupt de voorstelling neer te zetten. Dus nee, dat gaat niet lukken. Dan zullen we een groter theater moeten hebben in Weert. Maar dat hebben we helaas niet. We hebben deze zaal. Maar inderdaad, ja, en Theo Maassen zeker met een jubileumseizoen. Ja, vragen kan altijd. Ja, precies. Ja, ja. Ja, nee heb je en ja kun je krijgen, ja. Toch? Hoe ziet 2024 er verder uit? Waar moet ik aan denken? Want je hebt een foldertje bij je, zie ik. Er staat vast iets in wat je kwijt wil. Ja, nou ja, het is meer waar de doorkijk nu naar de komende tijd. Mm-hmm. Inderdaad, we hebben net de vastelovend bontenavonden gehad. Netjes. Van de rogstekers. Nou, dan komt het vastelovend concert er nog aan van Philharmonie Zuid-Nederland. Mm-hmm. Die staan er 2 februari. Daar ga ik ook naartoe. Is ook voor mij voor het eerst. Ja. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Binnenkort is het Nationaal Theaterweekend. Dus het laatste weekend van januari. Dan kun je voor €10 naar het theater toe. Dat is in heel Nederland. Nou, dan hebben we Fien en Teun staan. Kinderproductie. Leuk.
Heel leuk. En hebben we zondag topvrouwen staan. Die is inmiddels al uitverkocht, want dat heb je dan natuurlijk met zo'n Nationaal Theaterweekend. En ik vond het ook nog wel leuk om te noemen, deze week is de Vlaai uitgeroepen tot streekproduct. Ja, zeker. Ja. Vanochtend nog een stukje gehad. Ja, en dan vind ik het dus ook heel leuk wat wij daarmee doen als theater. Want nou, dat zullen heel veel mensen niet weten. Maar als er artiesten bij ons naar het theater komen, dan staat er altijd Vlaai voor ze klaar. Okay, ja. Dus als welkom krijgen ze altijd Vlaai om ze welkom te heten in het theater. En wat we doen het komend jaar, waar we op in hebben gezet, is een seniorenmatinee. Dus dat we voor een mooie prijs mooie voorstellingen hebben. En dat het in plaats van koffie met je, of het ticket met je pauzedrankje, krijg je bij ons dan koffie met Vlaai en het concert. En die prijzen proberen we ook laag te houden om zeker ook veel senioren de kans te bieden om naar het theater te komen. En een lekker stukje Vlaai te eten. En een lekker stukje Vlaai. Laatste vraag. Vind je het niet ontzettend moeilijk om niet de hele week bij alle voorstellingen die langskomen bij aanwezig te zijn? Je moet op een gegeven moment ook denken, ja, kan niet alles zien. Je moet af en toe ook naar huis, toch? Absoluut. Ja. Ja, ja. Ja, en dan heb ik zelf ook nog hobby's daarnaast. En vrienden en vriendinnen. En inderdaad een gezin. Dus je moet daar rekening mee houden. Maar het is soms een moeilijke afweging om te denken, ik ga vanavond niet. Nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou, de eerste 100 dagen zitten erop. Heel veel plezier en succes de komende 100 dagen. En alle dagen die daarna nog gaan komen. Dankjewel voor je komst naar de studio. En nou ja, zo afspreken we binnenkort gewoon nog een keertje te kletsen over wat jullie allemaal voor moois doen bij het Muntheater. Lijkt me keigezellig. Mooi. Sandra in het Groen, directeur van het Muntheater, was in Weerde van Takeaway. Hier hoor je thuis.